DorpsTV Achterveld. DorpsTV Achterveld Sport. Ik denk ook dat ook Achterveld als dorp trots kan zijn op zo'n mooi evenement. Hè? Een paar weken geleden het NK inlineskaten. Ja. Het is een geweldig sportdorp. En fantastisch ook dank aan alle vrijwilligers die zich de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend ingezet hebben. 3, 2, 1. Bon chance, bon route, tout de course. Daar zijn we dan weer. Toch twee afgelaste edities. Is Tour de Junior toch nog door kunnen gaan met genoeg deelnemers. En... ja, ik ben wel weer blij dat we hier voor misschien wel de mooiste wielerweek van het jaar zijn. Ja, daar ben ik zeker met je eens. Altijd superleuk hier in Achterveld. Super gezellig om iedereen hier te zien. En we gaan er een mooie week van maken. Ja, ze zijn deze week wel heel goed begonnen. Want ik vond vandaag toch wel een paar hele attractieve koersen gezien. Veel aanvallende renners. En ze leken zelf ook wel heel veel zin in te hebben na een paar gemiste jaren. Ja, dat ben ik zeker met je eens. We hebben heel veel categorieën gezien waar van alles is gebeurd. Ja, ik vond misschien wel meteen het strafste nummer werd volgens mij meteen opgevoerd in de eerste categorie. Waar in de eerste ronde James Sanders na de doorkomst reed hij door. En hij kreeg Camille Beuker mee, maar ja, die werd ergens gelost. En daar vandaan hebben ze hem nooit meer teruggezien. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Ja, absoluut. En zeker voor iemand die niet gewenst om hier te koersen. Die heeft de lat voor de week wel heel hoog gelegd. En de rest kwam er niet meer aan te pas. Ja, hij is natuurlijk een Brit. En hij zei zelf dat hij het niet had verwacht. Maar had jij verwacht toen hij wegreed dat hij meteen tot het einde weg ging blijven? Nou, het zag er al vanaf het begin goed uit. Maar of hij het zou volhouden, had ik niet verwacht. Nee, het blijft altijd alleen tegen zo'n peloton. Maar ja, en dat peloton leek er geen samenwerking te zijn. Dus ja, dan is de vogel gaan vliegen. En dan is er niet meer veel dat je kan doen. Maar... anderhalve minuut. Ik denk dat dit klassement alvast in een definitieve plooi is gevallen. Want anderhalve minuut hier is wel heel veel. Dat denk ik ook. Ik denk dat er wel iets heel geks moet gebeuren dat hij dit nog uit handen moet gaan geven. Ja, hij zelf had er natuurlijk ook wat over te zeggen. En daar kunnen we dan nu even naar gaan luisteren. James, congratulations with your win. Immediately winning the stage by almost 1.5 minutes and the yellow jersey with that. Can't imagine a better start to this race. No, absolutely not. I think it's a dream come true. I never thought that it was going to go this well, but sometimes you get lucky and it's brilliant racing here in Holland. And yeah, thanks. Just got to thank the organizers for organizing this amazing event. So racing here in the Netherlands, you said you didn't expect it. How is racing in Britain? At what level do you compete there? Do you regularly compete for wins or are you often just in the bunch? Yeah, so in the regionals I tend to race for the win, but in the nationals not so much. So it's just, I had no idea how good everybody here was going to be. So it's, I didn't know what to expect. You attacked already at the end of the first lap. There was first a rider in your wheel. When did you drop him? I think it was one and a half laps. I'm not entirely sure what happened, but I looked over my shoulder and he wasn't there anymore. So I don't know what happened there. I didn't really try and put the pressure on too much. From there on you went solo. Is that one of your specialities? Is that what you excel in? Or do you classify yourself maybe even more as a sprinter despite the solo win? No, I think I find it easier when I'm just able to get my head down and not have to worry too much about what everyone else is doing around me. I prefer a lot when I'm out just by myself. And what do you think about then when you're alone? What do you focus on? Is there maybe a bit of music in your head or just saying, come on, keep pushing, keep pushing? I just focus on what my family were going to say. Just doing it for them, really. So now you have the yellow jersey with a comfortable margin. What's going to be your tactic for the rest of the week? Or is it still too early to think about that? I think it's a bit early, but we would always try and make it a bit exciting and just have some fun.
And with the yellow jersey and the long solo, you also collected a lot of points for the green jersey. You're also now the owner of that jersey. Is that going to be another goal this week, or only focus on yellow for now? I think I'm going to begin by focusing on yellow, and anything other than that's a nice bonus. In categorie 7 en bij de nieuwelingen meiden hebben we natuurlijk ook een leuke strijd gezien. Daar zijn er, hebben ze echt voor gestreden, twee jongens. Ja, dat was meteen, de toon was al eerder gezet en hier gebeurde praktisch hetzelfde. Er werd aangevallen en Bodie Klein ging er vandoor samen met Kaden Jacht. En zij hebben met z'n tweeën doorgereden en 1 minuut 20 gepakt op het peloton. En uiteindelijk was het Bodie Klein die ondanks veel energie in de tussensprints ook in de eindsprint aan het langste eind trok en de overwinning pakte. Ja, super knap en super leuk om te zien ook dat er een strijd tussen die twee jongens was. Ja, hij had het volgens mij niet verwacht en hij had daar zelf ook wel het een en ander over te vertellen. Gefeliciteerd met je overwinning van vandaag. Je was al vroeg weggereden, je had een medevluchter mee. Kun je wat vertellen over de koers? Het was een hele korte en zware koers. In de tweede ronde weggereden met een andere jongen. En in het begin reed hij heel hard door. Waardoor ik een beetje bang was dat ik het in de sprint niet zou halen. Dus ik begon een beetje te sprinten voor de groene trui en probeerde meer daarvoor te gaan. Maar uiteindelijk is het toch nog gelukt om de sprint te winnen. Oh, dus je hebt eigenlijk de kaarten omgedraaid vandaag? Ja, ongeveer. En blijft de groene trui ook een doel voor de week? Zeker, maar de gele trui blijft wel het hoofddoel. Categorie 7 race samen met de nieuwelingen meisjes, maar in die wedstrijd hadden we bij de nieuwelingen meisjes niet zo heel veel gezien onderweg. Nee, de meiden hebben onderling natuurlijk gesprint voor de groene trui en in de eindsprint ook tegen elkaar gesprint, dan wonen Vee Knaven. Maar verder hebben we er volgens mij niet heel veel bijzondere dingen gezien. Nee, het was nog wel een spannende sprint. Lieke Huizing leek toch lang op weg naar de overwinning, maar werd in de laatste 50 meter nog voorbij gestreefd. Maar reden wel genoeg om even met haar een gesprekje aan te gaan om te horen wat zij erover te zeggen had over die sprint. Ik had niet beter kunnen wensen. Vertel eens over die wedstrijd. Hoe verliep die en hoe ging die voor jou? Nou, ik stond helemaal achteraan gelood, dus ik moest in het begin wel eventjes naar voren toe komen. Maar ze gingen gelijk hard van start en dat had ik op zich niet verwacht. Ook omdat we met categorie 7 rijden. Dus ja, het ging harder dan verwacht eigenlijk. Dat met categorie 7 rijden, behalve de snelheid, heeft dat nog andere gevolgen met zich meegebracht? Ja, meer mensen. Dat is altijd wel leuk. Maar voor de rest, ja, ze brengen wel een beetje snelheid erin, vind ik. Het werd uiteindelijk een sprint achter twee koplopers van categorie 7, maar het klassement bij het nieuwelingenmeisjes ligt nog helemaal open. Het leek er even op alsof je zelfs de sprint ging winnen, maar pas in de laatste 50 meter werd je voorbij gesneld. Ja, dat was wel jammer, maar ik ben niet echt heel goed in sprinten of zo, dus dit was al prima voor mij. Is dat dan ook jouw doel om dan nog proberen de eerste plek aan te vallen of bekijk je het een beetje van dag tot dag en dan uiteindelijk kijken waar je uitkomt? Nou, ik ga vooral gewoon plezier hebben en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Nou, dat is natuurlijk ook altijd het allerbelangrijkste, om plezier te hebben in wat je doet. En tot nu toe, wat is dan je ervaring hier met de Tour de Junior in Achterveld? Nou, ik had hier nog nooit aan meegedaan, maar ik heb wel eens meerdaagse gereden, dus het was wel leuk. En deze, hoe verhoudt je zich met de andere meerdaagse die je hebt gedaan? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog geen idee wat me te wachten staat nu, maar ik heb er zin in. Bij de nieuwelingen werd er ook echt op het scherpst van de snede gekoerst. En dat eerste kwam voort in een hevige strijd om de groene trui, waarbij nog wel wat ellebogen zelfs eraan te pas kwamen. Ja, dat ging er hard aan toe. Op een gegeven moment de jongens die gaan sprinten, ellebogen gebruiken ze. Ze zijn nergens bang voor. Dat was leuk om te zien. Ja, als het goed gaat is het leuk om te zien. En Arne Reenders die pakte uiteindelijk de groene trui. En hij deed mezelf een beetje denken aan Thijs van Leeuwen, die hier een paar jaar geleden in de eerste etappe de gele trui won. Ook een echte rassprinter. Ook voor de groene trui ging. En daar leek het wel op. Er werd echt fel gesprint. En dat kwam later ook nog van pas voor de eindsprint. Want ondanks een uitlooppoging van twee renners werd het toch een massasprint.
Ja, en daar ging Wessel met de winst vandoor. En de plaatselijke jongen hier, Rinus, die wordt tweede. Dat is hartstikke knap en leuk om te zien. Veel mensen voor hem aan de kant vandaag. Dus ja, wie weet wat hij nog voortbrengt deze week. Rinus, jij hebt de gelukkige tweede plek van vanavond. De thuiskoers voor jou. Hoe voelt dat? Ja, wel leuk. Alleen jammer dat ik niet eerste ben. Hè. Tweede is ook goed, maar eerste was beter. En morgen ga je nog punten proberen te halen voor de gele trui? Ja, zeker. Proberen eerste te worden morgen. Maar het gaat wel moeilijk worden. Het is uiteindelijk wel een thuiskoers voor jou. Dus wat zijn de ambities voor deze week? Ja, gewoon hard fietsen. Goed hard trappen. Dan kom je er vanzelf wel. Zo. Komt er deze week nog familie en vrienden voor je kijken om je aan te moedigen? Nou, mijn vader en mijn ouders waren er en wat kennissen. En ook wat mensen uit dit dorp die ik ken, die komen ook wel. Dus dat is wel leuk. Je hoort wel af en toe mijn naam. En er waren ook een paar mensen die hadden 's avonds of zo mijn naam erop gezet. Dus op het asfalt. Dus dat was ook wel lachen. Maar... Ja, superleuk. Ze beloven nog veel goeds dit weekend, deze week. Ja, ik ga proberen nog wat te winnen en dat gaat lukken allemaal. De week is goed begonnen, de toon is gezet, mooie koersen. En dit is natuurlijk nog niet alles, want de rest van de week staat nog vol in het teken van mooie koersen. Dus bedankt voor het kijken en we gaan er een mooie week van maken met elkaar.